Ik ben Leonieke, ik ben 38 jaar, ik heb nu 7 jaar de chronische ziekte van Lyme. Ik wil heel graag een stamcelbehandeling in Duitsland, zodat ik beter kan worden. In Nederland ben ik uitbehandeld, alles al geprobeerd en niets heeft echt iets opgeleverd. En nu ben ik weer behandelingvrij. En ga ik weer terug naar af. In Duitsland zijn ze vrij ver met stamcelbehandeling. Mensen knappen gewoon op. 85% krijgt zijn leven terug. En dat zou ik heel graag ook willen. Ik heb 2 zoontjes. En die willen gewoon hun moeder terug. Ja. Ik heb een heel lief team die voor mij loopt. Met Lopen voor Lyme. Van 1 uur tot 7 uur lang gaan ze lopen voor mij. En die zoeken dus sponsoren voor mij. En ze hopen het geld bij elkaar te krijgen. Zodat ik de behandeling kan krijgen. Dus wil je me helpen? Graag. Nee, je ziet het inderdaad niet van de buitenkant. Lyme is gewoon vreselijk. En wat je... Ja, het begon met heel erg pijn. Hoe zeg je dat? Lokale pijn in mijn arm, in mijn handen. Zo begon het. En dan denk je, ach... je denkt wel niet ach, maar je denkt, wat is er aan de hand? En natuurlijk onderzoeken, doktoren. Ik was nog nooit in ik was 2 keer in het ziekenhuis geweest om te bevallen. En verder nooit ziek geweest of iets. En ineens kreeg ik allemaal gekke onderzoeken. En er kwam niks. Ja, carpaal tunnel syndroom, dachten ze door mijn handen. En dat was in het begin eigenlijk het ergste wat ik had. En toen werd ik geopereerd aan die handen. Nou ja, spuiten daarvoor ingehad. Ging 2 jaar overheen natuurlijk. En toen na de operaties zakte ik ineens door mijn linkerknie. En toen kreeg ik ineens dat ik de linkerkant niet meer begon te voelen. En dat ik vergeetachtig werd. En dat ik heel erg zenuw van die steken kreeg. En hoofdpijn en gewoon niet meer kunnen lopen ineens. Gewoon ineens in een rolstoel. En ging heel snel. Lag ik alleen nog maar in bed in het donker. En niks meer. En in Nederland hebben ze eigenlijk niks gevonden. En overal natuurlijk geweest. Elke dokter, reumatoloog, neuroloog. Alles gehad. En uiteindelijk bij een natuurgeneeskundige. Ik kom even niet op het woord. Zij testen gelijk Lyme. En uiteindelijk... dan komt het nog niet uit je bloed, want de bloedtesten zijn niet betrouwbaar. Maar toen wist ik wel dat ik waar ik moest zoeken. En dat idee had ik al een soort van, want de rest was natuurlijk ook uitgesloten. En uiteindelijk in een kliniek in Amsterdam is er bloed geprikt. En daar kwam, Lyme uit. En Bartonella, wat ook een teken beetziekte is. En ook een niet fijne trouwens. En toen kon ik behandeld worden. Dus ik denk dat ik 3 jaar antibiotica heb geslikt in totaal. Natuurlijk enorm veel. En dat helpt. Gaat niet prima natuurlijk niet. Ik kan dan nog steeds niet lopen. Maar het wordt wel beter. Als ik stop dan gaat het weer terug. Want lijm, al die bacteriën verstoppen zich zodra ze aangevallen worden door antibiotica. Op het moment dat je ze niet meer slikt, dan denken ze, ik kan mijn gang weer gaan. Dus dat schiet niet op. En nu met de stamcelbehandeling klikken ze gewoon enorm je immuunsysteem, dank je, op. En dan kan je lichaam het zelf vechten. Geen pillen meer, geen al die narigheid, geen infuus prikken, blablabla. Gewoon dat je lichaam het zelf doet, zeg maar. Je bent er 2 of 3 weken. Ligt eraan ook welke kliniek je gaat. En dan je wordt helemaal gedetoxed.
Dus je lichaam maakt het helemaal klaar, zodat je ook je stamcellen hoe zeg je dat? Je krijgt eerst al injecties thuis en zo, zodat de stamcellen vermeerderen. Uiteindelijk daar word je gediekt, dus krijg je allemaal behandelingen, infusen en alles. En dan halen ze je stamcellen eruit, de goede. Dat maken ze dan als een legertje, die vermeerderen ze. Dus dan heb je miljoenen soldaten. Die plaatsen ze terug en die gaan hun werk doen. Dus ook je eigen stamcellen, wat heel fijn is. Zodat je niet... ik vind dat een fijn idee, dat het je eigen allemaal eigen is. En die gaan dan vechten en dat duurt nog een jaar. Want dat is natuurlijk een hoop bende wat opgeruimd moet worden. En na een jaar heb je het resultaat hoe je blijft, zeg maar. Maar er zijn mensen die gewoon hun leven terug hebben, helemaal. En die er gewoon meer energie en minder pijn in. En dan doe ik al een moord voor. Dus dat wil ik. Graag. Dus daar gaan we voor. Lekker met mijn jongens buiten rennen of zo. Treks.